Goedendag en heel leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weervideo van Weerplaza. We zitten al eventjes in de maand november en dat betekent dat de nachten een stuk langer worden en ook kouder. En dit konden we vanochtend goed merken, want op diverse plaatsen in het oosten en zuiden van het land kwam het tot vorst aan de grond, zoals ook hier achter mij in de plaats Winterswijk. Op de meeste plaatsen in Nederland volgde er een prachtige najaarsdag. Flink wat ruimte voor de zon, vooral in het midden en oosten van het land. Maar in het uiterste noordoosten en zuidwesten, daar was het weerbeeld helemaal anders. Want in het uiterste noordoosten kwam in eerste instantie nog laaghangende bewolking voor, maar die loste uiteindelijk in de loop van de middag op. In Zeeland, daar bleef het eigenlijk de hele dag grijs door aanwezigheid van laaghangende bewolking of mist. En dat hebben we dan ook te danken aan zeer rustig najaarsweer. En ook de komende tijd bepalen hoge drukgebieden ons weer in onze omgeving, maar ook elders in Europa is het zeer rustig najaarsweer. We zien geleidelijk wel dat lage drukgebieden in de buurt van Schotland geleidelijk West-Europa proberen te bereiken, maar die hoge drukgebieden die blokkeren als het ware die lage drukgebieden en daar blijft het ook bij. En de komende tijd blijft het ook zeer droog in onze omgeving. Nauwelijks regen staat er op het programma en er is ook wel sprake van heel weinig wind. Rustig najaarsweer betekent niet dat de zon vaak gaat schijnen, want er is een dik pakket met laaghangende bewolking aanwezig in onze omgeving. Maar uiteindelijk kan de zon wel weer terrein gaan winnen in de loop van vrijdag. Rustig najaarsweer betekent ook dat het tijdens de nachtelijke uren windstil op de meeste plaatsen is en er kan ook geleidelijk weer wat nevel of mist ontstaan. De grootste kansen verwacht ik in het uiterste oosten en noordoosten van het land. Daar kunnen de zichtwaarden teruglopen tot minder dan 200 meter. En ook elders in het land verwacht ik wel wat nevel of mist. Maar die zal uiteindelijk veel minder hardnekkig zijn dan in het oosten en zuidoosten van het land. Komende nacht zien we wat bewolking in het westen en noordwesten van het land. Maar elders zien we wat opklaringen. Vooral in het binnenland is dat het geval in eerste instantie. Want uiteindelijk wordt het op steeds meer plaatsen in die opklaringsgebieden nevelig of mistig. En die nevel gaat zich geleidelijk op steeds meer plaatsen ook uitbreiden. In die opklaringsgebieden kan het nog wel behoorlijk afkoelen naar waarde dicht bij het vriespunt in het oosten en noordoosten van het land. En in het westen, daar blijft het over het algemeen zacht met temperaturen rond een graad of 7. Verder staat er ook nauwelijks wind uit het zuiden tot zuidwesten 1 of 2 Beaufort. Morgen overdag zien we een grijs plaatje, veel bewolking aanwezig en in het uiterste noordoosten kan de dag nog van start gaan met laaghangende bewolking of mist. En hier blijft de temperatuur ook behoorlijk achter met maxima van een graad of 7, terwijl het elders in het land nog 10 tot 13 graden kan worden. En over het algemeen verwachten we weinig zonuren, maar in Zeeland kan er misschien nog wel een enige knipoog van de zon worden verwacht. Verder staat er ook heel weinig wind uit het oosten tot zuidoosten 2 of 1 Beaufort. Ook de komende tijd blijft het zeer rustig najaarsweer. Neerslag hoeven we eigenlijk de komende tijd niet of nauwelijks te verwachten. En temperaturen blijven ook vrij constant voor de tijd van het jaar. 9 graden op de donderdag tot 11 of 12 graden op de vrijdag en zaterdag. En we zien ook dat het grotendeels droog blijft. Wel zien we dat het grijze weerbeeld tot dusver een klein beetje van korte termijn is. Want vrijdag en zaterdag zien we geleidelijk weer wat meer zonkansen. Als er eenmaal opklaringen ons land weten te bereiken, dan kan het tijdens de nachtelijke uren ook weer behoorlijk afkoelen. Het goede nieuws is dat het dus droog blijft in onze omgeving. Neerslag staat eigenlijk niet of nauwelijks op het programma de komende tijd. Pas in de loop van volgende week dan zien we voorzichtig wat signalen voor wat neerslag. Maar veel neerslag hoeven we ook dan niet te verwachten, want we houden de komende tijd te maken met invloed van hoge drukgebieden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.